Nationale boomboomdag vandaag, daar heb ik geen rekening mee gehouden. Nee, jongens, even een kannetje water, ze staat droog hier. Zit er geen kokosnoten aan het huis? Dan maar niet. Ik zal even onder het blad kijken. Nee, nou, maar ja, goed, wat eerst kan nog komen. Maar wel mooi gemaakt. En ja. Schriftjes. Schrift ermee. Ja, we zijn bij Plexio, niet op school. Ja, het belangrijkste zijn ze vergeten, moet je er ook nog een pen bij. Kun je een keer nog huiswerk maken? Je gaat toch geen huiswerk maken? Staat wel maar op. Wel? Jij ook? Wel. En dan, die is voor het bomen kappen. Die is, ja, die gaat de bal een boom ommaken. Nee. Maar, ja, je gaat zo meteen nog wel laten zien. Moet de muziek ook een beetje zachter, zodat jullie rustig huiswerk kunnen maken? Oh. Nou, Gerwin, ik kan hem volle oorlog steken. Dan gaan we gauw van het podium af. Tussen de bomen door. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de geschiedenisles. Hallo.
Ja, wat hebben die dames het geweldig gedaan, hè? Je komt helemaal in de vakantie vibe zo. En hartstikke mooi aanpak, hartstikke leuk playback. En ik weet niet of jullie zelf mee bezig zijn geweest, of de papa's. Maar het ziet er zelf. Nou, het is helemaal knap. Hartstikke mooi, het wordt heel gezellig. Ik heb heel veel zin in de vakantie door jullie. Dank je. Heel wat contrast van pa, moe is gesneden, maar goed, het is een pracht palmboom geworden. Ja, die andere zit wel goed in de schuur, dat zeker. Ja. Rolf, vind jij dat ook? Helemaal mee eens. Sluit ik maar volledig weg. Nou, dat was te kort. Dan mag Roos ook nog wat zeggen, want anders dan klopt het niet. Het was een super mooi opgetreden, ook met die pergolen en die tafeltjes. En ook de kleding die ik droeg. En ik vond het ook een super leuk optreden. Geweldig. Zijn jullie tevreden met de jury? Ja. Gelukkig. Nou, ze zeggen laat de boom en de krukjes maar staan, daar gaan wij wel op zitten. Ja, die boom is natuurlijk wel blijven staan. En Adriaan die heeft een fantastisch mooie medaille voor jullie. FP Video. Spraakmakend in film en voice-over.